Bam, daar ben ik weer. Goedemorgen, middag, avond, maakt niet uit wanneer je naar deze vlog kijkt. Ik ga vandaag Ine gaan halen. Ine is een goede vriendin van mij, die een dagje mee naar de set gaat gaan. Zij gaat meekomen figureren. Wat ik eigenlijk wel grappig vind, want dan gaat er plots een goede vriendin van mij mee op de set staan. Dames en heren, mag ik jullie voorstellen? Ine! Oh, ik moet de deur open doen. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoi. Heb je hier een beetje zin in? Jo. Spannend, hè? Heb je nog nooit aan gefigureerd? Nee. Nog nooit gedaan. Ik weet niet waar ik moet van verwachten. Hoe dat ik dat zie, is dat je met een hoop mensen daar zit, die dat ook komen figureren. Dat je dan een paar moment roepen, dan word je mee in de set. Gezet. Mijn carrière is vertrokken, gast. DJ in een boxclub, rapper in een... Sam. Al een idee wat Bones wil vertellen met die tekening? Nope, maar die grote cirkel in de kader heb ik wel gekraakt. Een gouden tip van Emile en wat research... Emily. Ah, Emily, oh. Sorry. Jongens, vanaf nu is er een nieuw personage in Campus 12. Emile. Wordt vertolkt door Ine. Ziezo. We zijn er. Hoppa. Yo, ik zeg momenteel een beetje achter aan de boxclub. Daar zijn we gewoon aan het opnemen. Ik vind persoonlijk dat ze goed bezig zijn en dat ze heel goed kunnen nepfeesten, zeg maar. En net moest ik ook een actie doen en dat was net bij hun in de buurt. Maar dat was eigenlijk wel cool, omdat je dan zo weet dat die eigenlijk mee in het shot aan het zijn. Dus ik vond dat ze goed bezig zijn. Dat was daar, hè. En onze boxer met een goede t-shirt. Kijk ons naar de mensen die gevallen zijn en niet op de gsm. Kijk naar beneden. Goed bezig. En Ine, einde draaidag. Mm-hmm. Vertel eens, wat vond je er allemaal van? Zeg eens, wat heb je allemaal gedaan? Wat heb je moeten doen? Nu. Hoe was het? Dat was tof. Ik heb veel op dezelfde plaats moeten staan. Altijd maar in de boxring. Altijd opnieuw en opnieuw. Maar het was leuk. Veel gedanst. Veel gedanst. Veel gedanst. Veel gedanst. Veel gedanst. Dat was Hoe lang zijn je ons al aan het filmen? Gelukkig echt nog maar enkele seconden. Dus mijn scheetje staat er niet op. Het golfkarretje is al weg, maar zonder mij. Dus nu mag ik achter het golfkarretje lopen in plaats van het golfkarretje. Het golfkarretje voor mij. Maar ik ga het gewoon lekker inhalen. Op de eerste. Wie gaat er winnen? Ik op het golfkarretje. En ik win! Ben. Yo, yo, videoclip. Make it self. Selfie videoclip. Wow, wow, wow. Yo, yo, yo. Wow, wow, wow. En de draaier. Yeah! Wacht, ik moet nog even de intrede. De. Hoe noemt hij? Hey! Vandaag. Mijn allerlaatste draaidag. Lennart! Ah, Lennart zit op het toilet. Yo! Oh my god, oké. Wat heb jij aan het doen? Nee, ik was net aan het uitleggen dat mijn allerlaatste draaidag was vandaag. Oh. Besef je, we zijn al super lang bezig. Het is gewoon de allerlaatste draaidag. Maar het is super snel gegaan. Het is super snel, maar ik kan ook zo niet bevatten dat wij maanden niet met de mensen gaan samenwerken. Alleen met die mensen. Niet met de hele groep al. Het is wel super snel gegaan, het was echt super leuk. Ja, het was gewoon leuk, maar ook gewoon omdat het was gewoon een heel nieuwe ervaring. En eigenlijk na een paar maanden
werd zo gezegd al gewend om in de ochtend te komen met je slecht humeur. Veel te vroeg. Direct naar je loge te gaan, daar te liggen en wachten tot Celine roept: Nina! En dan moet je naar de make-up gaan. Dat was wel echt. En dan was: uw haar is toch nat! Ja. Haren drogen! En dan is die vliegen aan het vangen en dan wordt je ook een beetje geschreeuwd. Maar dat gaan we dus missen. Gewoon half slapend hier aankomen en Celine die ons wakker schreeuwt. Maar weet je wat ik niet ga missen? Het vroeg opstaan. Dat ga ik echt niet missen. Nee, ik ook niet. Het vroeg opstaan, maar dan in de auto zitten en hier aankomen, dat wel. Allee, want nu geniet je daar niet 100% van, omdat zo, ik weet niet, 6 uur 's ochtends zelfs weer aankomen, maar daarna zo. Als je beseft dat dat zo... Allee, ik ga nu een maand niks meer doen met je. Allee, niks meer doen met mijn vakantie. Ja, ik ga Naomi en Bunny laten zien. Want die zitten altijd met twee op hun loge. Alleen, met de deur toe. Zie, daar is ze.